Internationaal wordt op 22 mei Wereldbiodiversiteitsdag gevierd. Deze internationale dag is uitgeroepen om de bewustwording over biodiversiteitsissues te vergroten. Het thema voor 2019 is Our Biodiversity, Our Food, Our Health. Onze biodiversiteit, ons voedsel, onze gezondheid. In het kader van deze dag heeft onze nieuwsdienst gesproken met een vertegenwoordiger van de Amazon Conservation Team, ACT. Deze organisatie werkt in het zuiden van Suriname, waar zij behoud en bescherming van traditionele kennis en de natuur promoot. Romano Jalimsing, belast met de monitoring en evaluatie van ACT, zegt dat Suriname geen slechte job heeft gedaan bij het realiseren van de doelen met betrekking tot biodiversiteit. We hebben ons inderdaad gecommitteerd aan de Convention of Biodiversity, om het zo uit te drukken. En kijk, vooral op het gebied van milieu, alles valt in staat met wetgeving. Als je wetgeving in place hebt en ook de handhaving daarvan, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat we goed op weg zijn in termen van behoud. Als we kijken naar Suriname, we hebben op dit moment nog niet de gewenste wetten in place. Maar er wordt aardig op weg getimmerd door de NGO's, de natuurorganisaties in ons land, om in ieder geval de regering te helpen om dit stukje, om inderdaad in lijn te blijven met de afspraken of de commitments die we hebben gemaakt. En om concreet antwoord te geven op uw vraag, ik moet zeggen dat we niet een slechte job doen tot nu toe. Jalimsing zegt verder dat een bepaald deel van de samenleving zich er nog niet echt van bewust is wat biodiversiteit betekent voor ons land. Niet alleen dieren moeten beschermd worden, maar ook de planten. En wij moeten ons milieu en de natuur beter gaan respecteren, benadrukt Jalimsing. De boodschap vanuit ACT is dat we respect moeten hebben voor onze natuur en de biodiversiteit. Uiteraard zijn wij allen afhankelijk van hetgeen dat we kunnen putten uit de natuur. En ons voortbestaan is afhankelijk van de instandhouding hiervan. Dus als het gezond gaat met onze natuur, gaat het goed komen met ons. Ja. Wat wij SEC doen in het kader van biodiversiteit, het behoud van de natuur, is we trainen voornamelijk, we hebben een programma, de Amazon Conservation Rangers. Dat kun je zien als een soort werkarm van het dorp. Deze Amazon Conservation Rangers zo worden getraind in het monitoren van de gezondheid van het bos. Het meten van bijvoorbeeld ontbossingsgraad, hoeveel bomen zijn er, welke belangrijke boomsoorten zijn er. In het kader van bescherming, weet je, dit zijn belangrijke soorten die beschermd moeten worden. Dit zijn bomen voor commerciële doeleinden en dat soort dingen. In ieder geval zodat ze die kennis hebben om te weten van wat beschermd moet worden. Romano Jalimsing, belast met de monitoring en evaluatie van de Amazon Conservation Team. We spraken hem naar aanleiding van Wereldbiodiversiteitsdag vandaag. Het thema voor 2019 is Our Biodiversity, Our Food, Our Health.